Goedemorgen allemaal, welkom bij deze webinar over dus evenruimte en wetgeving voor gassystemen. Waarbij we specifiek zullen gaan hebben over de gassystemen en de ISO-normering daarvan. Dan had ik het woord aan Gerwin Klok om de introductie te doen van het NJI. En daarna zal ik het zoals gebruikelijk overnemen als het over de ISO gaat. Gerwin? Ja, George, een andere woorden is allemaal goedemorgen. Een belangrijk onderwerp vandaag. Ik bedoel, we hebben de laatste weken weer in de media kunnen zien dat toch met gas en boord toch wat dingen misgaan. We hebben gezien vermoedelijk dat ten gevolge van koolmonoxide vergiftiging in Bolsward twee doden te betreuren waren. Er is een burgerbootje ontploft. Er was in Amsterdam een ontploffing. En het kan natuurlijk met brandstof en met andere zaken te maken hebben. Maar de ervaring leert toch dat ieder seizoen een aantal schepen met een gasinstallatie aan boord, dat er zaken fout gaan. Er is een lek, het gas hoopt zich op onderin in de romp en dat kan daar niet weg. En dan een vonkje en boem, daar gaat hij. Dus wat dat betreft, de wetgeving heeft niet voor niets redelijk strenge normen opgesteld voor gasvaarshoudelijk gebruik. Dat is ook een apart onderdeel in de aparte essentiële eisen in de richtlijn pleziervaartuigen. Je kunt even een volgende sheet. De EU-richtlijn, de wet, het is allemaal hetzelfde. Je mag allemaal behalen. We hebben de gassystemen worden in de richtlijn benoemd onder artikel 5.5. En eigenlijk gaan ze daar al vrij gedetailleerd op in, waar anders de richtlijn tamelijk abstract en vaag is en dan verder aan de hand van de normen veel meer ingevuld, heeft hier de wetgever al behoorlijk wat voorgeschreven. In elk geval, ze moeten zijn ontworpen en geïnstalleerd, dat gaslekken en ontploffingsgevaar worden vermeden. Een systeem moet altijd op gasdichtheid kunnen worden getest. Materialen en onderdelen moeten geschikt zijn voor het soort gas wat erin gebruikt wordt. Nou, er is altijd propaan en butaan. En moet ook die gasonderdelen, die componenten en die leidingen en slangen moeten bestand zijn tegen de belastingen, de invloeden waar ze op het water blootstaan. Nou, elk gastoestel dat er aangesloten is, in de meeste gevallen zal het alleen een kooktoestel zijn. Maar goed, ik bedoel, we zien ook koelkasten, we zien kachels, we zien het oudere schepen, zien we ook nog gijzers. Die trouwens ook nu niet meer zo mogen. Maar in elk geval, die moeten gemonteerd zijn, geïnstalleerd zijn volgens instructie van de fabrikant. Elk apparaat moet een aparte afsluiter hebben en een aparte toevoer hebben. Het systeem moet er ook op ingericht zijn dat er voldoende gas kan worden toegevoerd om die apparaten tegelijkertijd in bedrijf te houden. Er moet gezorgd voor voldoende ventilatie, heel belangrijk. Enerzijds natuurlijk voor het zorgen voor goede verbranding. Anderzijds ook voor het goed afvoeren van de rookgassen die ontstaan bij verbranding van het gas. En de gasbund, daar worden in de wet al eisen aan gesteld. Die moet apart zijn van het interieur van het schip. En vrijkomend gas, wat uit die gasbun eventueel vrijkomt in het hoogdruksysteem, dat moet direct buiten het schip worden gebracht. Het zij door een opening onder in de bun, het zij door een apart leidingstelsel dat dan direct in verbinding staat met de buitenkant, en waarbij het gas ook niet meer terug in het schip kan komen. Nou, het is allemaal uitgebreid is het beschreven. Wij besteden er binnen hier behoorlijk wat aandacht aan. Ook voor bestaande schepen eigenlijk verandert er niks. Ik bedoel, dit is weliswaar een norm die geldt voor schepen op het moment dat ze op de markt worden gebracht. Maar je hebt wel de situatie dat eigenlijk om het veilig te houden, je moet verlangen dat schepen, hoe oud ze ook zijn, eigenlijk altijd aan deze norm blijven voldoen. Vanuit het kader, niet om reclame te maken, maar vanuit het kader wel het veiliger te krijgen, zijn wij als NJI begonnen met het vignetveilige boot om dan toch die gasinstallatie aan boord van bestaande schepen op een hoger plan te krijgen. En daarbij hebben wij ook deze norm als uitgangspunt genomen. Goed, dat voor wat betreft de inleiding en het wettelijk kader. Zoals gezegd, de
technische eisen en de voorschriften staan minutieus uitgewerkt in ISO EN ISO 10239, een geharmoniseerde norm. En ja, wordt deze norm opgevolgd, ontstaat ermee, zoals vaker gezegd, het vermoeden van overeenstemming, waarmee inderdaad invulling wordt gegeven aan deze essentiële eisenrichtlijn. George, mag ik jou uitnodigen om dan zeg maar in te gaan op de eisen zoals die de norm zijn uitgewerkt? Ja, dankjewel Gerwin. Even een kleine side note alvast. We gaan hier zo vandaag gaan we het hebben over wat is nu de inhoud van deze norm. Dus kijk, ik begrijp en hoor links om rechts om dat er misschien dat er, hè, er zijn graskeurmeisjes in Nederland en de ene kiest dit en de andere kiest dat. Daar heb ik eigenlijk geen oordeel en of zeggenschap over. Het enige wat we vandaag gaan hebben is wat zit er nu eigenlijk in die norm? Wat zegt die norm nu eigenlijk? En dat gaan we even uitleggen. Daarbij even de uitleg dat deze norm is voor zogeheten LPG-systemen. LPG is een vorm van gas, bijvoorbeeld propaan of butaan. En de verplichtingen in deze norm zijn dus zowel voor dat propaan of butaan of een mengsel daarvan of iets in die geest. Dat verandert niet het feit dat gangbaar in Nederland in de pleziervaartuigen is dat je propaan gebruikt. Korte uitleg hiervan, dit is omdat butaan al vloeibaar wordt bij 5 graden, waarbij propaan dat pas wordt bij min 40. Dus dat betekent dat als het vloeibaar is, onder die 5 graden, dus vooral in de winter, dan kan je dit niet meer gebruiken als een gassysteem. Dan wordt het, dan heb je een vloeibaar, dan komt het niet op druk en dan kan je de systemen niet meer gebruiken. Hierom wordt over het algemeen, vooral in Nederland, propaan gebruikt en niet butaan. In de norm zullen een aantal punten, in deze presentatie een aantal punten staan over propaan. Daar zal ik ook wat uitleg geven over hoe dat dan van toepassing zou moeten zijn op butaan. Dan gaan we zoals gebruikelijk beginnen met algemene verplichtingen. Verplichtingen die gewoon in het algemeen gelden. Een propaansysteem, maar binnen in dat kader dus zover als het kan, butaan ook. En als hun componenten moeten bestendig zijn tegen temperaturen van min 30 tot plus 60 graden Celsius. Een propaansysteem mag alleen maar propaan in gasvorm gebruiken. En dat betekent dus dat als je een butaansysteem bouwt, moet het alleen een butaangas gebruiken. En als je een mix daarvan gebruikt, moet je alleen maar een mix daarvan gebruiken. Alle componenten geïnstalleerd in het systeem moeten bedoeld zijn voor, voor hetzelfde type gas en hetzelfde gasdruk. Dus als het goed is, als je een systeem opbouwt, dan heb je op een gegeven moment een gasstel en een koelkast. Die hebben allemaal een benodigde druk. En daarmee moet je dus ook je drukregelaar aanschaffen die daarvoor bedoeld is. En dus ook het hele systeem daarop bouwen. Gebruikte gasflessen en de dikte van de slangen moeten ten alle tijde groot genoeg zijn om alle apparaten tegelijk te gebruiken op vol vermogen. De gasbund moet groot genoeg zijn voor de benodigde fles. Uitleg daarbij hoe je dat uitrekent, hoe dat groot genoeg uitgerekend moet worden, gaan we zo meteen. Heb ik een grafiekje voor. En de gasbund moet groot genoeg zijn voor de benodigde fles. Daar zal ik zo meteen ook wat verder over uitleggen, want daar zit natuurlijk wat meer haken en ogen aan dan alleen de ene gasfles moet groot genoeg zijn. Als jij 2 gassystemen gebruikt of installeert, dus stel je hebt een iets wat groter vaartuig en je hebt een gasfles achter voor je verwarming en je koelkast en voor je boiler, bij wijze van spreken, dan gelden er een aantal aanvullende regels. Allereerst, er mag geen verbinding zijn tussen de voedingsleiding van de 2 systemen, dus je moet echt daadwerkelijk 2 systemen hebben. Als je ze aan elkaar verbindt, geldt het niet meer als 2 systemen. De gasflessen mogen in dezelfde gasbun geplaatst worden. Dus je mag wel bijvoorbeeld 1 hele grote gasbun hebben waar je dan 2 flessen in zet. En de ene vertakking gaat de ene kant op en de andere vertakking gaat de andere kant op. Als 2 verschillende gasbuns worden gebruikt, moet er in elke gasbun een sticker worden geplaatst, welke waarschuwt dat er nog een gassysteem met bun aanwezig is in het vaartuig. Dus bij beide zeg je dan, let op, nog een gasbun hier en hier en hier, waar een ander systeem bediend wordt. In een gasbun moet duidelijk zichtbaar zijn welke apparaten op de gasbun zijn aangesloten. Dit moet ook zijn gemarkeerd in het eigenaarshandboek. Eigenaarshandboek komen we aan het einde eroverheen. Dat betekent dus dat je even een lijstje in je gasbun zet. Wat is erop aangesloten? In de praktijk betekent het, tenzij dat het duidelijk is, hè, als jij maar 1 aansluiting hebt, dus alleen jouw kooktoestel en dat zit naast de gasbun, hè, dan spreekt dat redelijk voor zich. Maar het kan zijn, helemaal met de wat grotere schepen, dat het absoluut niet duidelijk is. Of dat er ook nog een koelkast en weet ik wat allemaal niet bij zit. Zetten we het even in de gasbun erbij.
Elk gassysteem moet een apart apparaat geïnstalleerd hebben om te testen op lekkage, bijvoorbeeld een drukmeter of een bubbellekdetector. Hieronder zie je dus op een gegeven moment een drukregelaar met een gasmeter erop en rechts zie je een bubbellekdetector. Waarbij een bubbellekdetector dient juist en vast te zijn geïnstalleerd aan de lage drukzijde van het gassysteem en de gasbun. De gasdrukmeter dient in het hoge drukgedeelte geïnstalleerd te worden. En de gasdrukmeter moet een drukmeter van 0 tussen de 1000 en 1600 kPa. Iedereen weet wel hoe je een druktest kan doen met een drukmeter. Je zet hem op een gegeven moment, al je apparaten zet je bijvoorbeeld dicht. Je zet het gassysteem, de gasfles zet je open. Hij komt op druk. De gasfles doe je weer dicht. En dan als hij terugloopt, is het systeem lek. Bij een bubbellekdetector, het is precies wat het zegt. Als er bubbeltjes komen, dan is er iets niet in orde. Ik zal niet te veel ingaan over hoe dat nou precies werkt, maar in de kern, als je bubbeltjes ziet, dan zou ik eventjes iemand erbij halen die verstand van heeft en die weet wat die moet doen. Dan gaan we naar verplichtingen voor een drukregelaar. Dus wat we net in de foto links zagen, dat was een drukregelaar. In de kern heb je een gassysteem, heeft een hoge drukzijde en een lage drukzijde. Een gasfles geeft een bepaalde druk die over het algemeen te veel is voor de meeste systemen. Als ze ook dat zouden gebruiken, dan zouden die gasfles veel te snel leeg gaan. Dus je hebt een drukregelaar ertussen die aan de andere kant van de drukregelaar een lage druksysteem creëert. Die drukregelaar die moet dan voldoende druk leveren voor de aan te sluiten apparatuur, maar nooit meer dan 5 kilopascal. Dat betekent dus dat je even moet kijken, als je een kookplaat aanschaft, als je een koelkast aanschaft, welke bedoelde drukken staan erop. En dan moet je kijken bij je drukregelaar, welke bedoelde druk moet hij leveren. Want een drukregelaar kan je niet zelf meer inschakelen. Dat is de bedoeling daarvan. Dat betekent in de praktijk kan je bijna domweg gewoon die dingen overnemen en dan werkt het wel. Het is handig om het altijd even nagekeken te hebben. In de gasbun moet een gestikkerde label met de systeemdruk aanwezig zijn. Dus in die gasbun moet je eventjes de systeemdruk erop zetten. De drukregelaar die moet zijn voorzien van een overdrukventiel of een afblaasventiel. Dus als hij op een gegeven moment te veel druk aan de andere zijde, omdat hij misschien kapot is, dan levert hij te veel. Nou, dan blaast hij af, dan hoor je dat. En dan gelijk even de gasfles dicht draaien. De overdrukventiel moet bij een overdruk van 15 kPa openen. Als het overdrukventiel opent, moet het gas ontwijken in de gasbun of via aparte leiding buiten het schip worden geleid. Betekent, in de kern heb je dus je gasbun. Daar zit je fles in, daar zit je overdrukventiel in. Altijd, moet altijd. En in die gasbun moet een drain zijn voor het gas wat eventueel kan ontsnappen. Over die drain gaan we het zo meteen nog even hebben. Je mag een overdrukregelaar, een overdrukventiel of een automatisch afsluitventiel hiervoor gebruiken. En de werkdruk moet op de regelaar zijn vermeld. Dus elke, wat ik al meerdere keer heb gezegd, die drukregelaar die heeft een werkdruk, dat moet erop staan. Verplichtingen nummer 2. Een drukregelaar met een externe handmatige werkdruk mag niet worden toegepast. Zoals ik al zeg, als je een drukregelaar aanschaft, kan je hem niet meer zelf afstemmen. Theoretisch zou iemand die weet waar hij aan moet schroeven, waar hij op moet slaan, zou dat wel kunnen. Maar in de kern, Jan en Alleman, kan dat niet meer inregelen. En dat waarborgt dat je dus altijd wat je dan aanschaft een goede druk geeft. Als je er dan aan gaat draaien, dan kan dat fout aflopen. De drukregelaar moet in een gasbun geïnstalleerd worden, zoals ik al zei. Als de drukregelaar niet direct verbonden is aan de gasfles, moet de drukregelaar in de gasbun gemonteerd worden. Gangbaar is dat je hem direct op de gasfles aansluit. Als je dat niet doet, dat mag, maar het moet in de gasbun zijn. En als je hem dan niet op de gasfles monteert, dan moet hij boven het gasventiel worden gemonteerd en vast gemonteerd worden. Dus niet ergens los hangen of ergens boven hangen. Dan moet hij echt gewoon even vastzitten in die gasbun. Ja, even tussendoor. Die situatie komt in de pleziervaart niet voor. In de kern niet, maar je krijgt hiervoor de ruimte om het wel te doen. Ja, mocht dat is waar. Nee, goed dat je het even zegt, maar in elk geval, als je dat doet, dan krijg je toch een wat ingewikkelde installatie, waar je het hoge drukslang moet werken, die zou je niet krijgen. Dat komt hooguit voor aan een passagiersschip, of een schip waar een grote kombuis is, waar gasten op zijn. Maar goed, dit is het einde. Ga door.
In de kern, drukregelaars moeten zijn gemaakt van corrosiebestendig materiaal of moeten een coating hebben tegen corrosie. Over het algemeen, als je een drukregelaar aanschaft, is het van een of andere RVS, koper, messing, combinatie, whatever. En dan is het bestendig tegen corrosie. Maar hou het even in de gaten als je het aanschaft. Als je het krijgt, hey, wat voor materiaal is dit? En als er een coating op zit, punt met een coating, het bestemt tegen corrosie. Maar als de coating kapot gaat, dan doet hij het niet meer. Dus dan kan je net zo goed 2, 3, 4 euro extra uitgeven aan die corrosiebestendige. Want dat gaat gewoon veel langer mee. Verplichtingen voor de toevoerleiding. De toevoerleiding wordt hiermee bedoeld het laagdrukleidingssysteem. Dus het systeem vanaf de drukregelaar naar de verbruiker toe. Allereerst, de toevoerleiding moet van metaal zijn, zoals koper. Dus je moet een metaal gebruiken die bestendig is tegen gas, die er tegen kan, waarmee je een verbinding kan maken. Gasslangen, die mag je gebruiken, maar alleen voor het verbinden van een leiding naar een kardanisch toestel. En toevoerleidingen van de gasfles naar de drukregelaar. En wat gangbaar is, is dat je de gasfles hebt, de drukregelaar, dan een flexibele slang, zo kort mogelijk, verbonden aan een vast verbindstuk in de gasbun. En vanuit daar gaat die door naar een metalen verbinding, naar het apparaat, de verbruikers, whatever. Wanneer slangverbindingen worden gebruikt, moeten deze zo kort als mogelijk zijn. Ik heb linksom rechtsom veel mensen gehoord, de ene houdt een meter aan, de andere een halve meter, dan weer kwart meter, dan weer 4 meter. In de kern zo kort als mogelijk. Dus bij een gasfles, gewoon dat je de gasfles eruit kan halen zonder dat alles alleen maar vast zit en stikken zit en dat je er enigszins een beetje normaal mee om kan gaan. En bij het kardanisch toestel, lang genoeg dat het kardanische gaskooktoestel gewoon zijn normale bewegingen kan maken. Maar niet langer dan nodig. Dus niet zeg maar vanuit een of andere, zeg maar vanuit de hoek daar zo en dan 3 meter, want dan heb ik het toch. Gangbaar is verder om in de gasbunnen flexibel. Nou ja, dat heb ik dus net uitgelegd. Die verbinden een vaste koppeling die net uitsteekt of aansluit op de gasbun. Leidingen en slangen moeten zo gedimensioneerd zijn dat het eventuele drukval, de werkdruk, niet lager wordt dan de minimum benodigde druk voor elk geïnstalleerd apparaat. En dan komen we bij deze grafiek. Deze grafiek laat even zien. Ik heb zoveel kilowatt gebruikers. Dus als jij op een gegeven moment je kooktoestel hebt of je koelkast, daar staat op hoeveel kilowatt zoiets gebruikt. Dan heb je links heb je de diameter van de slang of pijp. En dan laten ze zien hoeveel kilopascal aan druk dat je verliest met die verbruiker aangesloten op die type slang. Dan moet je dus waarborgen, want je hebt een werkdruk van een koelkast. Als het goed is, zit dan die regelaar zit ergens in het midden. Zodat die klappen dat hij krijgt als je een gebruiker aan- en uitzet, dat hij dat kan opvangen. Maar als je al die gebruikers aanzet, dan op een gegeven moment gaat hij verbruiken. En dan moet dat op een, zeg maar, in ieder geval boven de minimale werkdruk van alle gebruikers blijven. Nou, hier kan je dat dus met zo'n grafiekje kan je dat even nakijken. Ik heb zo'n dikke voedingsleiding. Zoveel kilowatt heb ik daarop aangesloten. Hoeveel theoretische drop krijg ik dan en is dat voldoende? Pijpmateriaal moet tenminste 0,6 mm dik zijn bij een buitendiameter dikte tot 12 mm. Dus gebruik je metaal, wat je gewoon moet doen, dan moet die tot 12 mm buisdikte, moet je 0,6 mm dikte van die buis gebruiken. Leidingen met een grotere buitendiameter dan 12 mm moeten een minimumleidingdikte hebben van 0,9 mm. Als er PCT-leidingen worden gebruikt, PCT-leidingen zijn rechts onderin, zie je daar een voorbeeld van. PCT-leidingen zijn die soort van flexibel, maar niet helemaal flexibel. Die zijn vooral gangbaar in de huizen. In de kern gebruik je in de pleziervaart. In ieder geval het meeste wat je tegenkomt is die koper en die staal. Als je die gebruikt, maar als je die PCT-leiding wil gebruiken, moet je waarborgen dat die slangen voldoen aan de 15266. Staat er ook altijd op. Maar kijk altijd eventjes ernaar wat je wil hebben en of die dat heeft. Leidingen die door de machinekamer lopen, mogen geen koppelingen, openingen en fittingen. Zeg maar de leiding die van het ene vlak of schot van de machinekamer loopt, naar de andere kant van vlak, schot of machinekamer loopt, mag een bocht erin hebben die je gebogen hebt in de slang. Maar niks anders. Geen openingen, geen verbindstukken, geen... Helemaal niks. Je moet hem alleen beugelen.
metalen leidingen, er staat hier propaan, maar dat is ook voor butaan, eigenlijk alle LPG-leidingen, alle metalen leidingen die door de machinekamer lopen, moeten met niet schurende houders onder 300 mm zijn gebeugeld of zijn aangebracht in een kabelgoot, steunbuis of anderzijds isolatieformatie. Dit betekent dus dat de leiding vanuit één put naar de machinekamer, naar de volgende, het ene schot van de machinekamer, naar de volgende schot van de machinekamer, onder 300 mm, een vorm van steun moet krijgen. Want als je een kabelgoot hebt, zou je die ook moeten steunen. Tenzij dat je hem over die machinekamervloer legt, maar gangbaar is dat je hem dan ergens boven wegstopt. En dat je dat op die manier doet. Belangrijk is dat je daar rekening houdt met een beugel die niet schurend is, waarbij gangbaar is dat je gewoon plastic gebruikt. Leidingen moeten zo ver mogelijk boven het bielswaterniveau worden geïnstalleerd. Dus we hebben het al vaker met elkaar over gehad. Je hebt een maximum anticipeerbaar bielswaterniveau. Je schat ongeveer motorfundatie, ongeveer daar zo gangbaar, want dat is echt maximum acceptabel. En je gaat daar boven zitten met je leidingen, zit je altijd veilig. In leidingwerk moet zo min mogelijk verbindingstukken worden opgenomen. Verbindingen moeten altijd toegankelijk zijn, denk aan steunbussen. In de kern betekent dit dat als ik ergens zou komen en ik zie overal verbindstukken tussen zitten waar eigenlijk geen reden toe is. 9 van de 10 keer betekent dat iemand, zeg maar, ik had nog een stukje over, dus dan plak ik het tussen en dan plak ik het tussen en dan plak ik het tussen. Dan kom ik uiteindelijk op een hele lange leiding uit. Dat mag dus niet. Weet je, als er één verbinding zit omdat je geen 10, 12 meter lange leiding aan kan aanschaffen, kijk, dat is logisch. Maar niet om de halve meter een verbindstukje, omdat, ja, ik had het toch nog liggen. De verbindstukken die je mag gebruiken, die moeten sowieso van een metaal zijn, van een van de volgende types. Met metaal wordt bedoeld gewoon een corrosiebestendige verbinding. Hij mag gesoldeerd of hard gesoldeerd worden, dat is toegestaan. Je mag knijp, knel of compressieverpittingen, fittingen gebruiken. Maar volgens mij zie je daar rechts zie je de twee voorbeelden van. Roestvrij stalen ringen of roestvrij stalen leidingen. Verbindingen moeten dan zijn volgens de 16129. Fitting is specifiek bedoeld voor PCT-leidingen. Die mag je ook gebruiken. Die zie je rechts onderin. Dat zijn die speciale PCT-leidingfittingen. En verbindingen die gemaakt worden door middel van een lijn. Flare-verbindingen, zoals je onderstaan ziet. Hè, met zo'n mondje erop gezet. En dat je hem dan met mondje er tegenaan drukt. Dat mag niet. En verbindingen door middel van compressie. Dat je ze gewoon tegen elkaar aanduwt. En dat het dan luchtdicht is. Misschien dat het werkt voor lucht. Maar voor gas mag het niet gebruikt worden. Slangen gebruikt in het gassysteem moeten bedoeld zijn en bestand zijn tegen het gebruikte gas. Gangbaar is dat je gewoon een ISO 10239 gasslang aanschaft, want die dingen zijn ervoor getoetst. Die zeggen, die zouden dus tegen zowel propaan, butaan als alle andere vormen van LPG bestendig moeten zijn, omdat deze norm voor die gassystemen bedoeld zijn. Slangen mogen niet door de machinekamer lopen en moeten zo kort mogelijk zijn. Nou, het kort mogelijke gedeelte hebben we het al over gehad, maar dat betekent dus dat je in de kern door je schip, in de machinekamer, geen slangen. En dat je alleen slangen gebruikt, hè, zoals we dat eerder hebben gezegd, voor kardanies en in de gasbun. En de rest allemaal van een metaalvorm of van die PCT-vorm. Slangen die je hebt, die moeten altijd bereikbaar zijn voor inspectie. Zie hier nog een reden waarom je op een gegeven moment niet slangen gebruikt in een schip voor normale verbindingen. Want dan zou je elk paneel waar een gasslang loopt, verwijderbaar moeten maken. Slangverbindingen moeten direct en toegankelijk bereikbaar zijn en spanningsvrij verbonden zijn. Dit betekent dus dat heb je ergens een fitting, dan moet een paneel dat daar overheen dekt verwijderbaar zijn. Je moet er altijd gelijk bij kunnen. Dat is 1. 2. Als je slangen installeert, stel ik heb een fitting en ik zou die fitting losmaken. Als die slang dan gelijk een andere kant, of die leiding gelijk een andere kant op gaat, of ze gaan scheef staan, of ik moet duwen om ze uit elkaar te krijgen, dan zijn ze niet spanningsvrij verbonden. Die slang leg je neer, of die leiding die leg je neer, die andere leiding leg je neer. Dat moet op elkaar aansluiten, genoeg dat je er een fitting tussen kan zetten en dan is het spanningsvrij verbonden. Slangen in de gastoevoerleidingen mogen geen verbinding of fittingen hebben. Dus je slangen aan zich, die hebben een voorfitting en een eindfitting. En als je een slang hebt, heb je hem aan de ene kant aangesloten en aan de andere kant aangesloten. Maar in het midden moet gewoon slang zijn. Daar mag je geen niet open knippen en even een verbindstukje ertussen, zodat hij dan ergens anders heen kan lopen.
Het smeltpunt van gesoldeerde of hardgesoldeerde verbindingen mag niet lager liggen dan 450 graden Celsius. Wat betekent dat in de kern, zou ik zeggen, als je gaat solderen, wat als er eerder gezegd niet aangeraden is, haal dan iemand erbij die weet wat hij doet. Want alleen als je echt goed gesoldeerd hebt, kom je pas op die 450 graden. Als je niet goed soldeert, of het is niet mooi schoon, of je hebt verkeerd soldeermateriaal gebruikt, dan kom je niet op dat smeltpunt. Dan heb je kans, dus met een kleine brand bijvoorbeeld, dat het al loskomt, dat je al een explosie krijgt. Fittingen en verbindingen moeten bestand zijn tegen het gebruikte gas en galvanisch verenigbaar met het gebruikte pijpmateriaal. Ik heb zo meteen een sheetje waarin staat wat galvanisch verenigbaar is met elkaar. Of in ieder geval wat dat betekent, hè, met edel en niet edel materiaal. In de kern betekent het dat je of altijd hetzelfde materiaal gebruikt, of dat je een speciale fitting aanschaft die bedoeld is voor zowel beide, of aan de ene kant koper, aan de ene kant staal. Maar gangbaar is dat je gewoon altijd hetzelfde materiaal gebruikt, zodat je er niet over hoeft na te denken. Eerst stap ik even naar rechts. Je ziet rechts, zie je op een gegeven moment een schema met het meest edele en het minst edele materiaal. Als jij dus een gietijzer verbindt aan staal, maar even tussen laten of dat goed materiaal is of niet, maar even dat er even tussen laten, maar gietijzer verbindt aan staal, gaat het staal of ijzer eerder kapot, corrosie, gaat die eerder corroderen dan dat het gietijzer doet. Wat betekent dat als je die twee aan elkaar verbindt, moet je dus een speciale fitting ertussen zetten, die aan de ene kant bedoeld is voor gietijzer en aan de andere kant staal of ijzer, zodat die twee niet met elkaar gaan bijten. Dat is wat dat edel, niet edel betekent. En in de kern, wat ik zeg, gewoon hetzelfde materiaal gebruiken, dan komt het altijd wel goed. Slangklemmen mogen worden gebruikt voor gasbeventilatieleidingen en moeten zijn gemaakt van corrosiebestendig materiaal. Let op. Dat betekent dus dat je het voor niks anders mag gebruiken dan voor de ventilatieleiding van de gasbun. Niet om de gasslang aan te sluiten op de drukregelaar, niet om het aan te sluiten op andere dingen. Gangbaar is dat je gewoon allemaal draaiverbindingen of knelverbindingen, in geval van slang, die speciale verbindingen met die hoezen er gebruikt, omdat die gewoon waarborgen dat het goed gaat. En die slangklemmen, dat werkt gewoon, ja, in de kern, ja, werkt het al, maar kan ook een paar keer niet werken en dan heb je gelijk een explosie. Eindverbindingen moeten van corrosiebestendig materiaal gemaakt zijn. In de kern moet je gewoon altijd corrosiebestendig materiaal gebruiken. Als je knelverbindingen gebruikt, moet er een knelring gebruikt worden en moeten deze galvanisch verenigbaar zijn. Leidingwerk mag niet in direct contact zijn met metalen delen van het vaartuig, welke een hogere galvanische edelwaarde hebben dan het leidingwerk. Metalen gasleidingen moeten een minimale afstand hebben van 30 mm van alle elektrische bedrading, tenzij dat deze leidingen zonder verbindingen door dezelfde kabelgoot lopen of de kabels in hun eigen goot lopen. Dus heb je een gasleiding, die loopt dus zijn eigen kabelgat. Dan mag alles zo dichtbij mogelijk liggen als je wil. Heb jij een gaslang door dezelfde kabelgat lopen als een elektrikabel? Dat mag, zolang er nergens in de buurt fittingen van zijn. En als je een metalen gasleiding hebt met fittingen buiten een kabelgat, dan moeten alle elektrische bedradingen minimaal een afstand hebben van 30 mm ten alle tijde. Dus niet even snel een bochtje eroverheen en dan zeg je, ja, maar het is alleen maar dat bochtje. Ja, maar dat bochtje, die moet ook 30 mm afstand hebben. Dus dan moet hij eroverheen, eronder door, maar dat hij die afstand gewoon gewaarborgd wordt. Gasleidingen moeten een minimum afstand hebben van 100 mm van alle elektrische verbindingen, kasten en apparaten. Dus je gasleiding, die dan bijvoorbeeld door de machinekamer heen loopt, moet je even waarborgen. Hier zit dus je kasten, daar ligt allemaal andere elektrische apparatuur. Dan zet je het bovenop het machinekamervlak, helemaal in de hoek. En over het algemeen zit je dan goed weg van de meeste dingen. Gasleidingen moeten een minimale afstand hebben van 100 mm van alle uitlaatgassencomponenten en leidingen. Heb je dus, is het droog, is het nat, maakt allemaal niet uit, 100 mm van elk uitlaatgassenkanaal, de turbo's, de god mag weten wat allemaal nog meer dat je hebt. Daar moet het vandaan zijn. Maar dat betekent dus ook, vanaf het moment dat het een natte uitlaat is, alle componenten daar totdat de uitlaat buiten is, dat ook. Daar hebben ze geen scheiding in gelegd. Propaanleidingen
butaan. Gewoon een gasleiding moet elke 0,5 meter gebeugeld zijn. Gasslangen moeten elke meter gebeugeld zijn. Hier komt dus over het algemeen bij keurmeesters die ene meter vandaan. Even neerleggen. Dat betekent dus dat in die machinekamer moet het om de 0,3. Overal in het schip moet voor de rest 0,5 meter gebeugeld zijn. En de gasslang, als je die langer maakt dan een meter, wat eigenlijk niet mag, want hij moet zo kort als mogelijk zijn. Maar stel dat het een keer voorkomt, moet hij om de meter gebeugeld zijn. En hier komt veel keurmeesters, tenminste degene die ik ken, die hanteren bij de vraag, wat is zo kort als mogelijk? Bij bijvoorbeeld in een gasbun of bij een kooktoestel hanteren ze die 1 meter, omdat je hem dan niet meer hoeft te beugelen. In de kern kan die veel korter zijn. En zou dat ook veel korter moeten zijn? Dat is voor de keurmeester om te bepalen en niet voor ons. Wij zeggen gewoon, het moet zo kort als mogelijk zijn. En als het langer is dan die meter, waar dat eigenlijk niet hoeft, dan moet die gewoon eventjes korter gemaakt worden. Beugels moeten corrosiebestendig zijn, niet schurend en geen schade aan de leidingen toebrengen. En galvanisch verenigbaar zijn met de leidingen. Dit is dus belangrijk. Als jij die beugel alleen maar van metaal maakt, direct verbonden aan die koperleiding, dan is die 1 niet galvanisch verenigbaar. 2 is die schurend en gaat die schade bij elke vibratie en elke klap die je maakt aan boord, gaat die schuren op die leiding. En uiteindelijk is die leiding gewoon door. Dat zal niet in een half jaar gebeuren, dat zal niet in een jaar gebeuren. Maar na 2, 3, 4, 5, 6, misschien 10 jaar is die leiding door en heb je een serieus probleem. Want 9 van de 10 van de leidingen kan je, zoals het geïnstalleerd wordt, bijna niet meer bij. Alle gasverbindingen moeten een beugel binnen de 150 mm hebben. Dus je hebt om de 5 meter dat je een leiding moet beugelen. Heb je dan een fitting, moet er binnen 150 mm aan beide kanten van die fitting een beugel zijn. Dus je hebt op een gegeven moment je hebt een hele leiding. En dan heb je een 0,5 meter beugel en een 0,5 meter beugel. En dan komt de fitting. Dus die afstand is 150 mm. Dan die volgende beugel moet ook 150 mm. En dan ga je weer over op die 5, tenzij dat je dan in de machinekamer aankomt, dan kom je op die 3. 0,3. Of 0,3, inderdaad. Dankjewel, Gerben. Leidingen en slangen welke door schotten lopen die waterdicht dienen te zijn, moeten dit blijven na montage van de leiding. Dat betekent dus dat je bijvoorbeeld bij een gasbun, dan gaat hij door een schot heen, of gaat hij door de verbinding van die gasbun heen, dat moet luchtdicht zijn. Maar loopt hij door een andere schot heen, bijvoorbeeld een aanvaringsschot, of is het een waterdicht schot tussen de machinekamer en het normale vlak, dan moet die verbinding die daar doorheen loopt, want omdat die machinekamervlak moet al waterdicht zijn, dan moet die verbinding die daarheen loopt, of door middel van een slang die er doorheen loopt en het dan, dat het gewoon luchtdicht is gemaakt, of met speciale verbindingen, je kan speciale staalverbindingen die er doorheen hebben, een soort huiddoorvoer die je er dan van kan maken. Die kan je erop knellen en dan kan je aan beide kanten kan je de leiding erop zetten. Waar leidingen door schotten lopen, moeten leidingen beschermd worden tegen schade. Dus je moet rekening houden dat naast dat je die waterdichte schotten hebt, wat ik dan vaak tegenkom is dat die leiding door een schot heen loopt en die schot heeft een bepaalde opening en dat past allemaal net. En als je dan die 0,5 meter beugeling aanhoudt, dan gaat die lopen klappen tegen de schotten aan. En ook dat, weet je, het is niet in een half jaar, het is niet in een jaar, het is niet in 2, het is misschien niet eens in 5, maar uiteindelijk is dat getrail en die klappen die krijgt van het schip die dan de golven pakt of whatever, gaat die lopen tikken en uiteindelijk gaat die slang gewoon door. Dan zeg ik altijd, doe er iets omheen of zet er een extra beugel. Alle draadverbindingen, welke gasdichtheid moeten garanderen, moeten voldoen aan ISO 7-1, EN 1944 of vergelijkbaar. In de kern, als je tegenwoordig een fitting koopt bij een winkel, voldoen ze allemaal aan die verbinding. Dus mits ze daarvoor bedoeld zijn. Dus het is altijd eventjes kijken, waar is je fitting voor bedoeld? Er is altijd een reden waarom een fitting 2 of 3 of 4 euro goedkoper is dan de rest. Dan is hij helemaal niet bedoeld voor gas. En dan moet wel echt op gelet worden, want op een fitting gaat die lekken als eerste. De verzegeling van de verbinding moet voldoen aan de 751-2, 751-3 of vergelijkbaar. En dan moet er altijd even gekeken worden, wat staat erop en is dat vergelijkbaar met die EN? Excuus.
Elk gassysteem moet zijn voorzien van een goed bereikbare afsluiter in de hoge drukzijde. Dit mag de afsluiter van de gasfles zijn. Dit mag ook gecombineerd worden met een overdrukventiel. Dus in de kern, op de hoge drukzijde, heb je altijd een afsluiter op je gasfles. Ja. Als dit jouw hoge druk afsluiter is, dan moet dat ook gezegd worden in het handboek, dat mensen die op een gegeven moment een gasfles aanschaffen, altijd er eentje moeten hebben met een ventiel. Ik ben er tot nu toe nog geen eentje tegengekomen die dat niet heeft, maar goed. Als jij dus aanhoudt dat je gasfles een geïnstalleerde overdrukventiel heeft, dan moet je altijd waarborgen dat die persoon die zo'n fles aanschaft, ook altijd zo'n combifles aanschaft. Een gassysteem met meerdere gasflessen moet een automatische of handmatige overschakelklep hebben. Deze klep moet een terugslagfunctie hebben. Heb je dus een systeem dat je voor de handigheid heb je gezegd, nou, daar sluit ik gelijk twee flessen op aan. Zodat je gewoon makkelijk kan overschakelen mits die fles leeg is. En dan kan je rustig op je gemakje, wanneer je tijd hebt, die andere fles wisselen. Als je dat doet, dan moet de verbinding tussen die twee, die moet schakelbaar zijn. Dus je moet kunnen kiezen welke fles dat je gebruikt. En die klep, die moet voor beide flessen moet die een terugslagklep hebben. Niet dat als die fittingverbinding gaat lekken, dat die dan alsnog naar die fles kan komen en iemand per ongeluk die fles openmaakt en oeps, zit vol met gas. Elke verbruiker van het gassysteem moet zijn eigen afsluiter hebben. De afsluiter moet in de lage drukzijde zitten en bedienbaar zijn in de buurt van de gebruiker. De afsluiter moet veilig bereikbaar zijn. Dit betekent dus dat als jij meerdere afsluiters hebt, gangbaar is dat ze bijvoorbeeld een verdeelblok gebruiken en dat daarna bij die kooktoestellen anders separaat nog even een veiligheidsventiel zitten. Dit is afhankelijk van hoe het schip gebouwd is en is ook afhankelijk van hoe zit het systeem in elkaar, waar zitten alle verschillende dingen. Kijk, in de kern, als jij een keuken hebt en alleen in die keuken worden de afsluiters gemaakt, zou je een verdeelblok daarvoor kunnen gebruiken, mits die in de buurt is van alles. He, dat je onder de kooktoestel, want daar zit toch die koelkast, heb je de twee. Dat kan. Maar dat moet dan gekeken worden. En de bedoeling is dat die elke verbruiker zijn eigen afsluiter heeft. En die moet in de lage drukzijde zitten. En die moet in de buurt van die gebruiker bedienbaar zijn. En die afsluiter moet veilig bereikbaar zitten. Mits er maar één verbruiker in het systeem is en de hoofdafsluiter in de buurt is van de verbruiker, hoeft er geen extra afsluiter geïnstalleerd te worden. Ik heb één keer iemand gehad en die had dus zijn kombuis, zo wil ik het maar noemen. En die had aan de andere kant, dus dan had je glas en dan buiten in het gangboord zat de gasfles. En die had daar zo wat een klep zitten en in de keuken niet. Want die wist van deze regeling, die zegt, ja, het is in de buurt van die afsluiting. Nee, want je moet helemaal naar buiten en omlopen. Je moet de gasbin openmaken en dan pas kan je hem dicht doen. Nee. In de buurt betekent dat hij naast het kooktoestel zit en dat je hem bereikbaar kan bedienen. De meeste mensen, in ieder geval bij de CE, hanteren binnen één stap. Dus als je een beetje een grote stap maakt, binnen die stap moet ergens een afsluiter zitten om hem af te sluiten. En als dat dan in de buurt is van de gasbund, super. Maar in de kern is dat alleen maar echt mogelijk als het kooktoestel ook buiten is. Ja. Omdat je die gasbund niet binnen mag zetten. Terecht punt, ja. De afsluiter mag ook een elektromagnetisch ventiel zijn die bedienbaar is bij de gebruiker. Deze afsluiter moet wel zelfsluitend zijn. Geen stroom, afsluiter is dicht of sluit zichzelf. Gangbaar, als je dat wil doen, zoek dan naar iets dat heet een normally closed ventiel. Dat is een ventiel, als er stroom op zit, gaat die open. Als er geen stroom op zit, is die dicht. En die is dan ook altijd dicht zonder stroom. Maar dat mag dus. Je mag dus op een gegeven moment bij je kooktoestel, dat je een knopje hebt, klep open. En dan kun je koken en dan doe je de knopje weer in en dan gaat die weer dicht. En is de stroom eraf, gaat die automatisch dicht. Dat mag. Dan moet je dat wel even markeren en duidelijk maken en even een handboek zetten, maar dat mag gewoon. De afsluiter moet duidelijk zichtbaar open en dicht indicatie hebben. Of dit moet overduidelijk zijn. Dat betekent dus dat als jij een ventiel met een draaihandvat gebruikt, dan is dat niet duidelijk. Gebruik jij een balklepje met een handvat, dan is dat voor iedereen duidelijk. Iedereen weet, als het niet in lijn is met de leiding, dan is hij dicht. En als het in lijn is met de leiding, is hij open. Dan is dat duidelijk. Anders moet er een open-dicht indicatie op de klep zitten. Als het niet duidelijk zichtbaar is welke verbruiker de afsluiter bedient, moet dit zichtbaar gemaakt worden. Als de afsluiter niet zichtbaar is, moet deze duidelijk zijn aangeduid. Als jij dus een ventielblok gebruikt, dan moet dat ventielblok bij elke
klep, even een indicatie of een tekeningetje hebben. Welke is nou bedoeld voor wat? Heb je er maar één, zit die onder het kooktoestel, dan weet iedereen, nou dat is voor het kooktoestel, klaar. Maar dan zit die altijd onder het kooktoestel achter een kastje. Je moet er even op de kast, even een stickertje, gas afsluiten. Voorbeeld zoals rechtsboven, mag ook anders zijn, zolang het maar duidelijk is. Dat is het enige wat echt geldt. Plugkranen mogen alleen worden toegepast in de lage drukzijde van het systeem. Plugkraan zie je rechtsboven. De afsluiters moeten zo zijn geïnstalleerd dat het per ongeluk bedienen van de klep voorkomen wordt. Dus je kan hem niet eventjes en dan is hij open. Dat mag niet. Naaldafsluiters mogen niet gebruikt worden als afsluiters in het lage drukgedeelte. Nou, naaldafsluiters zie je rechts. Schuifafsluiters mogen helemaal niet gebruikt worden. Schuifafsluiter is onderaan. En mooie kruisjes er doorheen. Je ziet hier zo dus, dit is een schuifafsluiter. Letterlijk wat hij doet, hij zet de schuif, die schuif naar beneden en dan zet hij hem dicht. Dat mag dus niet. En die naald, nou, verbinding, naaldstukje en dan is hij dicht. Dat mag dus ook niet. Verbruikers. Alle verbruikers moeten geschikt zijn voor het maritieme gebruik. Waarbij gezegd moet worden dat er eerst gekeken moet worden hoeveel gebruikers zijn er eigenlijk voor het maritieme gebruik. Bij kooktoestellen is het vaak zo dat geschikt voor het maritieme gebruik betekent dat alles corrosiebestendig is en in orde is. Daar moet gewoon naar gekeken worden. Het heeft of een markering of is het geschikt voor maritiem gebruik. Is het antwoord daarop ja, dan kan je er gewoon in blijven. Alle gebruikers worden geïnstalleerd volgens de instructies van de leverancier. Dus de leverancier die heeft er een boekje bij. Die zegt, moet zo en zo en zo en zo gedaan worden. Dat moet jij dan ook uitvoeren. Dan moet ik even kijken. Ja, ziet er wel ongeveer hetzelfde uit. Dat klopt. Alle gebruikers moeten zo zijn geïnstalleerd dat mechanische spanning op leidingen en slangen van het gassysteem worden voorkomen. Daar hebben we het al over gehad. Als je hem losmaakt, moet hij gewoon op zijn plek blijven zitten. Moet hij niet er vandoor gaan. En alle verbruikers moeten vlambewaking hebben. Kooktoestel met 4 pitten moet dus op elke pit een vlambewaking hebben. Heb jij 1 verbruiker met meerdere gebruikers daar binnenin, moet elke verbruiker van die grote verbruiker een vlambewaking hebben. Alle verbruikers die zonder toezicht functioneren, moeten een afvoerkanaal hebben waardoor de verbrande gassen naar buiten kunnen ontsnappen. Verbruikers zonder toezicht, moet je denken aan een boiler of een koelkast of een iets in die geest, dat op een gegeven moment, je zet het gewoon aan, dan loop je weg, want je kijkt er toch niet meer naar. Die apparaten moeten of een eigen aanzuigkanaal hebben, waarmee verse lucht van buiten kan worden aangezogen, of er moet gewaarborgd worden dat rookgassen niet via het aanzuigkanaal in het schip kunnen komen. Neem nu je standaard standaard verwarmertje. Die zuigt lucht uit de ruimte waar die staat. Dan gaat het in een verbrandingsruimte. Daar komen gassen vrij. En dat wordt vervolgens via een uitlaatkanaal, en dat is verplicht, naar buiten gebracht. Dat betekent dat in die installatie moeten waarborgingen zijn dat de aangezogen lucht, of tenminste dat de uitlaatgassenlucht, niet via het aangezogen luchtkanaal naar buiten kan komen. Daar hebben de meeste mensen heel erg slim over nagedacht. Maar dat betekent, als in de kern betekent dat als jij een systeem koopt ergens uit China of een of andere goedkope derde rangs verbrander, dan kan het zijn dat dat niet gewaarborgd is. Ik loop het zelf altijd even na. Voor de CE lopen we altijd even naar hoe is dat dan gewaarborgd en is dat enigszins goed. Als het erin omschreven staat, dan anders kijken we even. Als het apparaat lucht vanuit de binnenruimte aanzuigt, moeten er ventilatieopeningen in het vaartuig aanwezig zijn. Dan gaan wij zo meteen, ga ik er eventjes een formule van laten zien, hoe je dat kan berekenen. Gebaseerd op die berekening, daar komt dan een vierkante millimeter uit volgens mij. En zo groot moet die ventilatieopening minimaal zijn. Elke verbruiker moet gelabeld zijn met het gas waarvoor het bedoeld is. In de kern staat er op een verbruiker, heb je een typeplaatje en daar staat op hoeveel kilowatt, wat doet hij hier, wat doet hij daar, wat doet hij zus, wat moet hij verbruiken, hoeveel druk kan hij verbruiken en al die dingen. Alle kooktoestellen moeten een permanent label hebben met de tekst gevaar, vermijd verstikking, zorg voor voldoende ventilatie als het kooktoestel in gebruik is, gebruik het kooktoestel niet voor ruimteverwarming. Iedereen heeft er allemaal stickers voor. In de kern, zolang die tekst erop staat, is het super.
Verwarmers en boilers moeten zo worden geïnstalleerd dat per ongeluk contact met warme delen wordt voorkomen. Dat het ergens in een kastje staat, ergens verstopt is, maar niet ergens open, zodat je gewoon, auw, doet zeer. Vrije afstand tussen warme delen moet aangehouden worden volgens de ISO 9094. Die ISO 9094, die hebben we eerder gedekt. Dat is die brandnorm. Daar staat dus in, als je een gasvlam hebt, of als je een zo warme uitlaatgassenleiding hebt, dan moet de minimale afstand tussen die leiding, of dat gedeelte in ieder geval van alles, moet zoveel zijn. Dus als je dat even wil weten, moet je eventjes naar die presentatie. En zo gewaarborgd worden dat zowel diepe als ondiepe pannen niet van de kookplaat kunnen schuiven met een pitch en rolhoeken van 15 en 30 graden voor zeilboten en 15 graden pitch en rol voor motorvaartuigen. Ja. Kern betekent dat er een rekje omheen gemaakt zal moeten worden, dat er een speciale vorm kookplaat bij zit. Even misschien de toelichting, George, die 15 en 30 graden voor die zeilboten. Ja. Hoe moet dat worden verstaan? We hebben het volgens mij een keer eerder gehad. Dat die 15 graden continu en die 30 graden is dan onder bepaalde omstandigheden? Ja, dat is onder bepaalde omstandigheden. In de kern, maar ik zeg met zeilboten is het altijd al zo dat je hebt zo'n kardanisch kooktoestel, daar zit een rekje omheen. Dus dan is dat gewaarborgd. Maar je moet het inzien dat je een pitch, dat je een rolhoek hebt van 30 graden. En dan zou die pannen in ieder geval zeg maar op de kookplaat moeten blijven liggen. Okay. En dat die een beetje schuift is niet erg, maar hij moet op de kookplaat blijven liggen. Dan mag er niet van doorgaan. Prima. En dat er dan dingen uitvallen, ja, dat is tot daar aan toe. Maar ze zeggen alleen, die pan moet gewoon op zijn plek blijven. Blijft staan. Ja, helder. Maar oké. En het is niet dat je constant de 30 graden hebt, maar, hè, want dat doen alle schepen. Geen enkel schip blijft constant 30 graden. Tenminste, daar wordt niet rekening mee gehouden. Maar dat die gewoon 30 en dan 30 en dan 30. Dat zijn wel serieus zware omstandigheden die je dan hebt. Verplichtingen voor de opslag in de installatie van gascilinders. Dus dan gaan we het over een gasbun hebben. Gasflessen, zowel de hoofd- als de reservegasfles, zowel vol als leeg. Drukregelaars en overdrukventielen moeten in een gasbun worden bewaard. Heb jij dus iemand met een gasfles? Dan is het gangbaar om rekening te houden dat ze alle reservegasfles hebben. Of dat ze een lege gasfles hebben die ze dan vervangen hebben. Die moet ook in de gasbun opgeslagen worden. In ieder geval zetten wij in het handboek dat het zo gedaan moet worden. Gangbaar is dat niemand dat doet. Waarom ook lege? Omdat een lege nooit leeg is. Er zit altijd nog wat restgas in. En als hij per ongeluk open gaat, kan dat gas eruit komen. En als je hem dan opslaat in een plek waar ja, geen vonkvrije apparatuur is, dan heb je al heel snel een knal. Een gasbun moet zo zijn ontworpen dat gasdampen alleen buiten het vaartuig kunnen ontsnappen. Een gasbun in een gesloten cockpit mag alleen van boven te openen zijn. En een gasbun in een cockpit met een open achterkant mag ook van de zijkant open te maken zijn. Drie dingen daarin. Dat betekent dus dat je in een gasbun een drain hebt. Altijd. Die drain gaat altijd buiten het vaartuig. En als je een gesloten cockpit hebt, dus neem een standaard sloepje. Hè, die heeft zo'n ronde vorm. En daar zit dan een cockpit in. En die cockpit is gesloten. Dan mag de gasbun alleen van boven openbaar zijn. Heb je dus een open achterkant, of heb je een achterkant die open gemaakt kan worden, die geventileerd kan worden, dan mag het ook vanaf de zijkant zijn. Nou, zoals net gezegd, die gasbun die moet een drain naar de onderkant hebben naar buiten toe. Die gasbun mag geen water blijven staan. De drain moet meteen lozen. Dus geen recesses, geen vormpjes, niet eventjes hier, want dan komt het beter uit. In de kern onder of in de zijkant onder, zodat hij maar gelijk al het water er weghaalt. Minimum diameter moet die drain hebben van 19 mm. Dat is 19 mm overal. Dus niet eventjes hier 19 en daar 19 en dan tussenin een leiding van 16. Nee, alles gewoon 19 minimaal. De drainuitlaat moet lager zijn dan de gasbunbodem, maar zo hoog mogelijk. Dus die drain, je hebt die gasbun, dus eventjes we pakken de romp van een schip. En hier zo zit die gasbun en hier zo zit die drain. Dan moet die uitlaat minimaal gelijk zijn of de onder, maar nooit de boven. Spreekt dan zich voor zich, maar je zou verrast zijn. De afstand tussen de waterlijn en de drain moet minimaal 75 mm zijn. Dus dan gaan we terug naar die, hè, dan hebben we dat romp van dat schip. En dan hebben we hier die gasbun. En dan heb je de drain, die gaat dan hier ergens. En dan hebben we hier de waterlijn. Dan moet deze afstand, die afstand tussen die waterlijn en die drain,
Je moet minimaal 75 mm zijn. Dat is afstand waterlijn in beladen, volledig beladen conditie. Kan bij sommige schepen kan dat nog wel serieus verschillen. Dus we gaan altijd uit van een volledig beladen conditie. Serieus keurpuntje dit. Toegepaste flensen of gelaste leidingen moeten zo dicht mogelijk bij de bodem zijn, maar niet hoger dan 30 mm. En alle openingen van de gasbun waar leidingen doorgaan moeten geseald zijn. We hebben het al over gehad. En je hebt op een gegeven moment je leiding, je hebt een verbinding of je hebt een leiding die loopt er doorheen en dat is dan geseald en dan zit dan daar een fitting op. Maar die verbinding daar zo, die moet altijd lucht en water dicht zijn. Gasbun drain en ventilatieopeningen moeten 500 mm verwijderd zijn van openingen naar het vaatig en het interieur. Dingen die mensen ook wel eens vergeten, dan zitten ze ergens een drain, dat zit naast een raam en iemand doet die open. Stel, er lekt een beetje, lekt dat weer terug het vaatig in, dan krijg je weer een gevaarlijke situatie. Dus dat ze zeggen, minimaal 500 mm verwijderd. En ik weet het, dat lost niet alles op, maar dat geeft in ieder geval een bepaalde waarborging dat bij 90% van alle gevallen of 95% van alle gevallen het in ieder geval waarborgt dat het niet in het schip komt. Dat is al meer dan dat het nu is. In de gasbun mag niet anders dan de gasapparatuur worden opgeslagen. Ook mogen in de gasbun geen andere voorzieningen zijn ingebouwd. Dus we zitten altijd in het handboek. Dat een gasbun, dat in die gasbun je niks anders zet dan de gasfles en de leiding. Drukregelaar. En dat je de drukregelaar, leiding, slangen, al dat verhaal. En we zitten in het handboek dat je er niks anders in mag zetten. 1. En 2. Moeten we dus ook waarborgen dat je er niet iets installeert. Niets in, erin zet. Bijvoorbeeld een haakje of iets waar mensen op een gegeven moment denken, oh, dat is handig. Dat kan ik daar dan in zetten. Kleppen en drukregelaars moeten goed toegankelijk worden geïnstalleerd. Dat betekent niet achter schotten, niet achter planken. Gewoon dat je erbij kan. Je moet er goed bij kunnen. En het mag in een kastje zitten. Dat mag, zolang die maar open kan. Ja. Verplichtingen voor ventilatie. Wanneer een open vlamtoestel of verbrandingstoestel zonder rookkanaal geïnstalleerd is, moet het schip ventilatieopeningen hebben om te kunnen ventileren. Dit moet je dan berekenen met de formule zoals hieronder staat. Waar A is effectieve ventilatieoppervlakte nodig in millimeter 2, U is het nominale vermogen in kilowatt en P is de hoeveelheid personen waarvoor de accommodatie bedoeld is. Dus U is op een gegeven moment kilowatt en je pakt een ruimte. En in die ruimte staan 1, 2, 3, 4, 5 gebruikers. Daar staan allemaal kilowatt op. Dan doe je die kilowatts van die verbruikers doe je allemaal bij elkaar. Dat doe je maal 2200. Dat doe je plus die 650 maal de hoeveelheid personen waar de accommodatie bedoeld is. Maar even rekening, jongens. De 2200 maal U en de 650 maal P. Eerst bij elkaar, zeg maar, maal doen. En dan pas alles bij elkaar optellen. En voor de rest, dan heb je op een gegeven moment een oppervlakte in millimeter 2, wat je moet hebben om te voldoen. In de kern, in die ruimte, stel je hebt de kombuis, dan heb je daar al een aantal ramen in zitten en die komen gezamenlijk meestal wel op dat millimeter 2 oppervlakte. Mocht dat niet zo zijn, dan moet dat dus opnieuw. Dan moet er een extra raam in, of moet er een extra kooktoestel in, of moet er iets in die geest in. Een dichtheidstest. Dat geldt voor alle systemen. De druktest moet uitgevoerd worden met lucht. De test zal uitgevoerd worden nadat het systeem in zijn volledigheid is geïnstalleerd. Ik zeg er even bij, in de kern. Als een gassysteem gemaakt wordt, is voor mij de eis 1. Is voor ons de eis 1. Voldoet het aan de gasnorm? 2. Is het druk getest? Als die twee dingen zijn gedaan, dan voldoet het systeem. Gangbaar is dat ik het... Ik adviseer altijd om het in ieder geval door een professional te laten doen. Omdat die heeft de speciale apparatuur ervoor. Die heeft de verbindstukken ervoor. En die weet precies in de kern wat die doet. En iemand die het niet vaak doet of niet in elke dag doet of niet elke week doet, die kan nog wel eens wat vergeten. En dan moet het of opnieuw gedaan worden. Of ja, het kan ook goed zijn gedaan. Hè? Dat spreekt voor zich. Maar in de kern zou ik zeggen, laat het altijd door een professional doen. Maar dat is niet verplicht. Je mag het ook zelf doen. Deze druktest die zegt, open alle secties van het gassysteem, verbind de testapparatuur en breng het systeem onder druk, maar niet meer dan 3 keer het systeemdruk. Dus niet meer dan of 3 keer de systeemdruk of 15 kPa, waarbij in de kern het systeem nooit meer mag zijn dan 15 kPa.
waarom die 15 kPa? Dat is ook waar het ventiel open gaat. En dat is dus ook, het systeem zal nooit boven de 15 kPa komen. De kern zijn al die leidingen en al die dingen, de materiaaldikte en de slangen, zijn er ook dus helemaal niet voor bedoeld. Als je het op druk hebt gebracht, moet je het 5 minuten laten rusten om stabiele druk te bereiken. Daarna controleer je of de druk gelijk blijft voor 5 minuten. Dus je brengt het eerst op druk, dan laat je het even 5 minuten alleen. Dan kijk je wat is de druk, dan wacht je weer 5 minuten. En als die druk gelijk is, dan is die helemaal in orde. Dat doe je dus met lucht. Dat doe je dus met het balkje dat bij je drukverschilmeter zit. En daarmee pers je het systeem voor de eerste keer pers je hem in feite af. Ja. En je moet ook oppassen dat je niet te veel doet. Want je gebruikers die op dat moment aanstaan, die vinden dat niet prettig wanneer er te veel druk op komt. Ja, die zijn er ook helemaal niet. Daarom is die 15 kPa ook. Die dingen zijn er helemaal niet voor bedoeld. Dus je moet ook niet te ver gaan. Daarom zeggen ze ook 3 keer de systeemdruk. Maar eigenlijk niet meer dan dat. En als dat meer is dan 15 kPa, blijf je gewoon onder die 15 kPa. Mocht er een lek aanwezig zijn, dan moet het gehele systeem nagekeken worden. Dit kan je doen met een speciaal lekmiddel. Als het lek is verholpen, moet de test opnieuw gedaan worden. En dan moet er gewoon laten zien, het systeem is lekdicht. Ignition protection. Kom je zo'n beetje in elke norm wel tegen. We hebben het al eerder gehad. Alles in de gasbun, als je een elektrisch apparaat erin zet. We hadden het over gehad, die automatische kleppen bijvoorbeeld. Dan moet het ISO 8846 gecertificeerd zijn. Vonkvrij. De kern, alle elektrische apparaten die je op een gasleiding, slang, whatever zet, zou ik sowieso ISO 8846 maken, omdat dat waarborgt dat het niet in direct contact met elkaar kan zijn. Verplichtingen voor uitlaatgassen, kanalen of schoorstenen. Componenten van het rookafvoersysteem moeten conform de leveringsinstructies geïnstalleerd worden. Er zijn altijd instructies over hoe je die uitschuifkanalen, hoe je die dingen in elkaar moet zetten, hoe je het moet verbinden. Volg die instructies gewoon, omdat maar als het niet open, als die verbindingen niet goed zijn, komt er koolmonoxide vrij. En dan heb je waarschijnlijk een probleem. Het rookafvoersysteem zal toereikend zijn om de rookgassen van alle componenten in vol gebruik buiten het vaartuig te kunnen afvoeren. Hoe meet je dat nou na? In de kern heb je in de gebruikersinstructies of de installatieinstructies instructies over hoe groot het rookafvoerkanaal moet zijn. Die minimale rookafvoerafstand of breedte, diameter, moet je dus ook aanhouden. In de kern moet je daar dus ook rekening mee houden. En dat betekent dus niet dat als je denkt, nou ja, ik doe misschien een derde van die en een derde van die en een derde van die, dat voeg ik allemaal bij elkaar, heb ik één hele grote leiding. Maar in de kern is dat nog steeds niet genoeg als ik alles tegelijk op vol zou zetten. En ik begrijp dat dat niet vaak gebruikt moet worden, maar mocht iemand dat een keer doen, dan zal die druk in dat systeem oplopen en dan heb je dus ook een probleem. Dus gewoon allemaal heb je die minimale diktes, dat kan bij elkaar komen in één uitlaat, maar die uiteindelijke uitlaat gewoon die 3 diktes bij elkaar houden. Op z'n minst. De verbindingen van het rookafvoer- en luchtinlaatsysteem, die moeten damp- en waterdicht zijn. Het gehele systeem moet bereikbaar zijn voor inspectie en demontage. Dus je moet er altijd bij kunnen. Maar in dit geval kan je daar nog wel even kijken afhankelijk van hoe je dat doet. Maar je moet er wel gewoon bij kunnen. Schoorstenen mogen geen afsluitklempen of dempers hebben. Openingen van rookkanalen moeten 500 mm weg zijn van brandstofventilatieuitgangen, brandstofdekvuldop en andere openingen, mogelijke openingen van het brandstofsysteem. Openingen van rookkanalen moeten 300 mm verwijderd zijn van openingen naar het vaartuiginterieur. Dus alle ramen, deuren, ventilatieopeningetjes daarvan. En hete delen van de rookafvoer moeten tegen aanraken zijn beschermd. Dus je moet sowieso je uitlaatkanaal al isoleren. Maar dan komt er ook nog bij hoeveel je isoleert, want dan komt die 9094 weer voorbij. Die zegt op een gegeven moment, als het zo warm wordt, moet er zoveel afstand gehouden worden. Dus als je bijvoorbeeld een uitlaatgassenkanaal hebt en je doet er maar een hele dunne laag isolatie overheen, dan wordt die isolatie ook heel erg warm. En als je er dan een plastic drainleiding van een drain boven er langs laat lopen, kan het zijn dat die gaat smelten. Dus in de kern houden we gewoon die 9094, die afstandsverplichtingen, met deze rookafvoeren, ondanks dat ze geïsoleerd zijn, proberen we die zoveel mogelijk aan te houden. Of, kan ook, kijk, ik heb zelf zo'n katding met zo'n fleurcamera erop. Dus ik kan altijd nakijken, hoe warm wordt zo'n ding nou? En hoeveel afstand moet dat dan gehouden worden in lijn met die norm?
Dan heb je nog speciale regelingen voor kooktoestellen met cartridges, met gascartridges van 225 gram of minder. Roddingen, maar goed, ze zijn er. Deze norm geeft je de ruimte ervoor om ze te gebruiken. In de kern, ik kom ze bijna niet meer tegen. Laat staan dat ik ze tegenkom. Wat zijn dit nu? Moet je denken, je hebt een kooktoestel en dan zit in de zijkant van die campingdingen zit er dan zo'n kleine cartridge ingedouwd. En dan kan je hem gebruiken en dan heb je gewoon een gastoestel, maar dan en meerdere gaspitten met een cartridge erbij. Alle kooktoestellen die moeten voor maritiem gebruik worden toegepast, dus ook deze. Indien het kooktoestel binnen wordt gebruikt, mag dit slechts één aangehangen cartridge hebben. Dus nooit altijd maar eentje erin kunnen draaien. Nooit meer dan dat. Deze cartridge mag maximaal 225 gram gas bevatten. En het kooktoestel moet ook een zelfsluitende klep hebben. Dus, net als met die andere, normally closed klep moet erop zitten. Wordt de gas niet gebruikt, wordt er niks mee gedaan, dan is die klep dicht, wordt de cartridge niet gebruikt. Het eigenaarshandboek moet instructies bevatten met betrekking tot het verwijderen en vervangen van de cartridges in de open lucht. Dus die cartridges, dat ding zegt, die norm zegt, als je zo'n gastoestel hebt, moet je de gebruikers verplichten om dat ding op te pakken, naar buiten te halen en daar die cartridges te vervangen. Dat is hier ook een van de redenen waarom ze niet meer gebruikt worden. Het kooktoestel moet waarborgen dat alleen gas naar de brander gaat. Dus dat je niet op een andere manier verbindingen linksom rechtsom hebt. In de kern, de verkopers, de verbruikers daarvan houden daar wel rekening mee. Bediening van het kooktoestel moet toegankelijk zijn en bij de gebruiker geen verbrandingsgevaar opleveren tijdens de bediening. Net als met een normale gaskookplaat. De bediening moet je hier hebben en de gaspitten dan weer daar. En niet dat je de gastoestel omdraait en dat je zo over de gaspitten moet om hem te bedienen. Dus daar moet je rekening mee houden. Knoppen moeten een tweetrasbediening hebben vanuit naar aan. Nou, dat hebben de meeste kooktoestellen tegenwoordig. Hè? Dus dat je hem indrukt, eerst aansteken en dan gas. Maar niet gewoon aan, dat mag niet. De waakvlam mag niet permanent aanstaan. Voor alle kooktoestellen. Het kooktoestel moet mechanisch kunnen worden vastgemaakt. Reserve of lege cartridges mogen alleen achterin het schip worden opgeslagen. Dit moet droog, veilig en van mechanische schade tegen mechanische schade beschermd worden. Gewaarborgd moet worden dat zowel diepe als ondiepe panden niet van de kookplaat kunnen schuiven. Nou, zelfde verplichting. Maar dat betekent dus dat jij als gebruik of leverancier van die dingen niet alleen die kookplaat, zeg maar, die moet dat rekje hebben. Maar die kookplaat zelf moet ook vastgemonteerd worden. Of in ieder geval zo vastgemonteerd worden dat die ook weer weggehaald kan worden. Want die mensen moeten buiten die cartridge verwijderen. Dus er moet ergens een soort systeem zijn dat ze vastzitten, maar wel verwijderbaar zijn. Instructies moeten op de kookplaat worden geprint. En die instructies moeten uitleg hebben over het goed te installeren, veilig te gebruiken en op te slaan van de kookplaat. Opslag van in gebruik genomen en reserve cartridges, wat je daarmee moet doen. En de bouwersinstructies met betrekking tot het gebruik, onderhoud en het wisselen van cartridges. Dat is in de kern de norm. Dan hebben we alleen nog wat we altijd doen. De verplichtingen voor het CE-handboek zit achter in de norm. En dat geeft uitleg over als je een gassysteemhandboek maakt. Wat voor informatie moet er dan in een handboek staan? Nou, de werkdruk van het gassysteem moet erin staan. De locatie en de type ventilatieopeningen moet erin staan. De aanbeveling om ventilatieopeningen niet te blokkeren. Dus over het algemeen staat er dus in, blokkeer geen ventilatieopeningen. In het geval van een tweede gassysteem zal het handboek uitleg geven over welk apparaat aan welke gasles is aangesloten. Dus even een schemaatje erbij bijvoorbeeld. Verder moet de handleiding de volgende verplichting opleggen. De verplichting tot reguliere inspecties van leidingen en rookafvoeren tenminste één keer per jaar. De verplichting tot het vervangen van componenten als schade is geconstateerd. Kleppen op lege gasflessen zullen ten alle tijde gesloten en ontkoppeld blijven. Beschermingen zullen altijd aanwezig blijven. Reserve en lege gasflessen zullen in de gaspen opgeslagen worden of aan de buitenkant van het schip, waarbij de gasfles beschermd is tegen weer, wind, mechanische schade en zodanig dat gas direct overboord kan ontsnappen. Een gasbun zal nergens anders voor worden gebruikt dan de opslag van gasflessen en aangehangen componenten. De hoofdafsluiter moet dicht zijn wanneer het gassysteem niet in gebruik is. Individuele gasafsluiters van verbruikers dienen gesloten te zijn als de hoofdafsluiter geopend wordt.
De gebruiker moet worden gewezen op de noodzaak van verse lucht en ventilatie als apparatuur wordt gebruikt die lucht verbruikt. Dus niet alleen dat stickertje op het gastoestel, maar ook in het handboek nog eens herhalen. Dat je dat niet zomaar dat je dat niet voor verwarming mag gebruiken. Of nou ja, dat je gewoon moet ventileren. Wanneer een niet-kardanisch kooktoestel is geïnstalleerd, moeten er waarschuwingen zijn opgenomen over het niet gebruiken van het kooksysteem met hoge pitch en rolhoeken. Het gassysteem moet voor iedere gebruiker op lekkage worden gecontroleerd door de gebruiker. Hiervoor zullen instructies worden bijgevoegd. Die instructies die moeten zijn voor het systeem met een drukmeter. Sluit de afsluiters van alle gebruikers. Open de hoofdafsluiters. Laat de druk stabiliseren. Sluit de hoofdafsluiter. Check op lekkage gedurende 3 minuten. Als de drukmeter hetzelfde waarde houdt, is er geen lek. Die instructies, die zet je er even bij als er een drukmeter in geïnstalleerd is op het systeem. Als je een bubble detector hebt, dan moeten de instructies aanwezig zijn. Als er een lek is gedetecteerd of wordt vermoed, doe onmiddellijk als volgt. Sluit de hoofdafsluiter van het gassysteem. Zet direct alle mogelijke ontstekingsbronnen uit. Bedien geen elektrische schakelaars. Evacueer het schip indien dit mogelijk is. En de waarschuwing, gebruik een lekkende installatie pas nadat deze is geïnspecteerd en gerepareerd door een ter zake deskundige. Die instructies voor zowel die gasmeter als die lekdetector moeten erbij. In de kern zou ik er zelf aan toevoegen, even wat betekent dat nou zo'n lekdetector? Of hoe zie je nou aan een lekdetector dat het lek is? Want er zijn gewoon heel veel mensen die hebben geen flauw idee als ze er naar kijken, waar ze nou naar zitten te kijken. Dus dat je bijvoorbeeld even een fotootje laat zien. Dit is een lekkende gasdetector at minima. Bijvoorbeeld. Verder moet in de tekst worden opgenomen dat de eerder genoemde test geen vervanging is voor het jaarlijks laten controleren van de installatie door een terzakenkundige. De volgende waarschuwing moet er altijd worden opgenomen. Waarschuwing, laat het vaartuig nooit onbeheerd achter als propaanverbruikers in gebruik zijn, als LPG-gebruikers in gebruik zijn. Waarschuwing, rook niet en gebruik geen open vuur bij het vervangen van gascilinders. Sluit de cilinderkleppen op lege cilinders voordat u deze loskoppelt voor vervanging. Gebruik nooit een vlam om een systeem te controleren op lekkage. Spreekt aan zich voor zich, maar je zou nog wel verrassend kunnen zijn. Waarschuwing, brandstofgestookte open vlamtoestellen gebruiken zuurstof in de cabine en geven verbrandingsproducten af in het vaartuig. Gebruik het fornuis of de oven niet voor het verwarmen van ruimte. Ventilatie is vereist wanneer apparaten in gebruik zijn. Open de aangewezen ventilatieopeningen en openingen. Ventilatieopeningen en openingen terwijl apparaten in gebruik zijn. Gebruik geen oplossingen die ammoniak gebruiken voor een handmatige lektest. Blokkeer nooit ventilatieopeningen. De ventilatie-eisen zijn berekend op de aangesloten propaantoestellen, LPG-toestellen. Extra ventilatie kan nodig zijn als er meerdere apparaten gelijktijdig worden bediend. Wijzig het LPG-systeem van het vaartuig niet. Installatie, wijzigingen en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een bekwaam persoon. Laat het systeem regelmatig inspecteren of zover vereist door nationale wetgeving. Als er een lek wordt gedetecteerd, sluit dan de hoofdkraan af en gebruik geen apparaten. Nog even die nationale wetgeving. In de kern voor gassystemen hebben we in Nederland op dit moment, dus op het moment dat ik vandaag dit ding doe, daar niks van. We hebben die norm, we hebben een aantal controleurs, we hebben een aantal instanties die ervoor kiezen om een gassysteem te kunnen controleren, maar dat is in de kern geen verplichting. Ook een van de redenen waarom het zo vaak fout gaat bij schepen. Een van die dingen die wel aangeduid wordt, of in ieder geval verplicht kunnen zijn, is bijvoorbeeld het vervangen van componenten na een x-aantal jaar, staat ook op die componenten. Dan hebben we dat eventjes gezegd. Met name die gasslangen, die moeten gewoon 1 keer in de 3 jaar worden vervangen. Ja. Er staat ook duidelijk een datum op die slang en er moet gewoon de hand aan worden gehouden. Ja. Ja, laten we het zo zeggen inderdaad. Dan is voor mij de vraag aan de mensen die aanwezig zijn, of er nog enige vragen zijn. Ik zie niks binnenkomen. Ik zie ook nergens niemand zijn hand opsteken. Dan neem ik aan dat het voor iedereen duidelijk was. Ja, ik heb nog wel een klein puntje. Short met jou wel nemen. In sheet nummer 14 hadden wij het over waar slangen mogen worden toegepast. Dat is enerzijds bij dat kardanisch opgang op fornuis. Ja. En anderzijds stond er in de sheet van tussen de gasfles en de drukregelventiel. Ja. Dat mag in zich, want dan heb je, dat is daar wel een hoge drukslang.
komt niet voor, want altijd zit die druk direct op de cilinder. Maar wat je wel ziet, is dat dan vanaf het reduceerventiel naar de schotoevoer uit de bun, dat is vaak een flexibel slangetje. En dat mag volgens mij mag het ook. Ja, zo kort mogelijk. Ja, zo kort mogelijk. In de dat kern zie je wel, anders kun je die gasfles niet wisselen, als het een vaste leiding zou zijn. Precies. Nee, maar dus in dat de kern... even dat misstand even toegelicht hebben, dat inderdaad niet tot misstanden leidt. Dat mensen denken van, hey, ik moet nu tussen de gasfles en het druk reduceerventiel een flexibel slang opnemen. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, maar in de kern betekent een gasslang in de gasbun, verbinding, metalen leiding, kardanisch toestel. Ja, klopt. Dan hebben we dat even toegelicht. Oké. Okay. Als er dan verder geen vragen zijn en iedereen al hun instructies duidelijk is, dan dank ik voor iedereen die aanwezig was. Dank ik voor jullie tijd. Ja. Zoals gebruikelijk zal dit ook op het YouTube-kanaal aanwezig gezet worden, zodra er tijd voor is. Dit is in deze reeks de laatste webinar die we nu in de planning hebben zitten. Ik verwacht dat wij aan het einde van de maand een nieuwe reeks op gaan zetten met een aantal nieuwe normeringen en dingen die we nog niet gedekt hebben. En dan gaan we weer verder met het proberen uit te leggen, in ieder geval een simpele taal van de ISO-normeringen. Dus in ieder geval de komende week of twee staat er niks in de planning. Binnenkort komt dat er wel weer uit wanneer daar tijd voor is. Ja. Ik dank iedereen voor zijn tijd nogmaals, voor de interesse. En mochten er achteraf nog vragen zijn, dan kan je die altijd bij mij stellen. Dan zal ik proberen zo snel mogelijk daar een antwoord op te geven. Dan wens ik iedereen ook van mijn kant dank voor de aanwezigheid bij dit belangrijke onderwerp. We zien nog te veel ongelukken gebeuren met gas. En het is daarom heel goed dat we op een eenduidige manier tegen de regelgeving aankijken. En dat we met elkaar als branche over eens zijn wat veilig is en wat niet veilig is. In elk geval zoals het nu in Noord staat, vertegenwoordigen de stand der wetenschap en de stand der techniek. En dat is gewoon op dit moment de meest veilige situatie kan worden bereikt. En laten we daar vooral met elkaar de hand aan houden. En laten we ook vooral met elkaar onze klanten ervan overtuigen dat ze de investering moeten doen om hun systemen aan boord van hun schepen op dit niveau te krijgen. Dat is echt nodig. Dat is ook vanuit de verzekeraars zien we toenemende druk dat, om schepen in dekking te nemen, dat men eisen gaat stellen in de installatie. En laten we dat op een laagdrempelige en vooral klantvriendelijke manier proberen om bij die booteigenaar dat tussen de oren te krijgen. En het systeem in overeenstemming te brengen met deze eisen zoals die nu zijn uitgelegd. Ook van mijn kant, goed weekend. Prettige dag verder en graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.